Dit is het verkeersjournaal van vrijdag 3 mei. Sinds vorige week wordt er gewerkt op de ammunitiehaven in Den Haag. De weg is een doorgaande route voor verkeer dat het centrum uit wil. De werkzaamheden zullen daarom flinke overlast geven voor het verkeer. Er zijn omleidingen ingesteld om de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tussen de Nieuwe Haven en de Zwarte Weg is de weg afgesloten om te kunnen asfalteren en verkeer kan omrijden via de Nieuwe Haven, de Pletterijstraat en het Schenkviaduct. En dan is er een tweede mogelijkheid en die gaat via de Pletterijkade, de Scheldestraat, de Pletterijstraat en het Schenkviaduct. De asfalteringswerkzaamheden zullen nog tot half mei gaan duren. Vanaf volgende week zal er gewerkt worden op de Prins Klauslaan in Den Haag. Er zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden om de kruising van de Prins Klauslaan met de Bezuidenhoutseweg te asfalteren. De weg zal beperkt worden tot één rijstrook. En vanaf 23 mei wordt de kruising afgesloten. Verkeer de stad in kan dan omrijden via de Juliana van Stolberglaan, de Laan van Nieuw-Oost-Indië, de Weg, dan een klein stukje Koningskade en de Mauritskade. 26 mei dan zal de kruising weer opengaan voor het verkeer. Morgen zaterdag 4 mei is het dode herdenking. In het Westland worden s'avonds in verschillende gemeentes wegen afgesloten voor stille tochten. Onder andere in de Lier, Stravenzande, Monster en Nautwijk en Wateringen worden een aantal straten afgesloten. En ook het openbaar vervoer kan tijdens de stille tochten niet alle haltes aandoen. Mocht u morgenavond in het Westland komen, hou daar dan rekening mee. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Een nieuwe uitzending is er zondag weer. Heel graag tot dan. Dag!